En nou is het gelukt. Paarden zijn onderweg en de leiding wordt genomen door Hilda Hofstra. En Hilda Hofstra, Hiltje Tjalsma, in de kleuren van Hilda Hofstra, dat is Kita Select. Kita Select die gaat als eerste de bocht in, daarachter Chiquita GS. En daar komt dan de buitenzijde al naar voren gezeld Sessa. Sessa gaat heel hard die eerste bocht in aan de buitenkant. Die komt naar de tweede bad, een van de mede-favorieten. En die gaat in de eerste bocht wel de leiding overnemen. Paarden komen de rechterlijn voor de tribune. Sessa aan de buitenzijde, Kita Select aan de binnenzijde. Die rijdt nog wel mee. Kita Select aan de binnenkant, Sessa aan de buitenzijde. Brouwer wilde heel graag langs en Brouwer is er nu ook langs. Nog 300 te gaan. Leiding in handen van Sessa. Daarachter Kita Select, de eerste paard aan de buitenkant, Bingo Ricardo. Daarachter op de vierde plaats in de rechterzijde, Chiquita GS. Vijfde aan de buitenkant daarnaast. En die loopt bijna op de kar, maar dat gaat gelukkig allemaal nog net goed. Is Samantha Stolker met Celtic Boko. Daarachter ligt Else Piero. Else Piero met Devil in Disguise. Dan Donder Freo aan de binnenkant, die heeft het even lastig. En Driedik probeert aan de buitenkant nu een deelnemer naar voren te gaan. En die maakt ook echt meters goed. Dat is Crème de la Crème. Crème de la Crème had de start een beetje gemist, maar dat maakte nu helemaal goed door het hele veld voorbij te flitsen. En die komt uit op plaats 2. Leiding is voor Sessa en Blankendaal komt naast Brouwer. En Brouwer wil de leiding misschien wel afstaan aan Crème de la Crème, maar hij weet natuurlijk niet waar hij vandaan is gekomen. Daartussen zit ook nog Bingo Ricardo. Gaat door 3 sporen en we hebben nog 2 ronden te gaan. Leiding in handen aan de redingszijde van Sessa. Bingo Ricardo in het tweede spoor. Brouwer houdt gewoon zijn voorbeelden tussen. En moet nog een keer. Dat kan niet, dat kan niet. En dan kan het dus ook niet. En zo gaat hij als koploper de rechte lijn overzijde weer in. Leiding is in handen van Sessa. Op de tweede plaats Bingo Ricardo. Derde plaats aan de redingszijde is nog altijd voor Kita Select. Vierde aan de buitenzijde voor Crème de la Crème. Vijfde erachter Celtic Boko. Maar mispassen nu van Devil in Disguise. Maar die loopt ook gelijk weer. Aan de binnenkant is het Chiquita GS. En laatste is Donder Freo. Ze gaan de paarden de linkerbocht erin en Sessa leidt daar nog altijd. Sessa, tweede plaats Bingo Ricardo aan de buitenkant. Derde plek aan de redingszijde is voor Kita Select en vierde Crème de la Crème. Favorieten liggen allemaal voorin en zo komen de deelnemers de rechte lijn weer in. En we hebben straks nog 1 volledige ronde te gaan. 1 deelnemer gaat nu helemaal aan de buitenzijde proberen wat terrein van te maken. Bingo Ricardo die had daar een paar meter verloren en zo gaan we de laatste ronde in. Sessa leidt, daarachter Kita Select. Bingo Ricardo komt terug. Kita GS, vierde aan de buitenzijde is Crème de la Crème. Vijfde Donder Freo. Zesde is Celtic Boko galopaarden van Devil in Disguise. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. En dan neemt Sessa afstand. Sessa, pak 2-3 lengte. Sessa, pak 2-3 lengte. Op de tweede plaats Kita Select. Derde plaats daarachter Chiquita GS. En vierde aan de buitenkant nu Celtic Boko. En zo gaan ze de laatste bocht in hier in de leegste tak. En ze zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. En dan lijkt nog altijd Sessa. Sessa, met een ruime voorsprong. Tweede plaats Kita Select. Daarachter Chiquita GS. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. De laatste meters van het hoofdnummer van vandaag. Daar komt hij uit. Go baby! Go, go, go! Sessa wint hem helemaal alleen. Tweede plaats is voor Kita Select. Derde Chiquita GS. En vierde Celtic Boko.